Graag. Ja, goed dat jij een kopje koffie maar. Jees. Jij niet meer, hè? Nee, dank je. Zullen we beginnen? Alsjeblieft. Heel hartelijk welkom. Ik profiteer altijd van diegenen die vakantie hebben. Er zijn er meerdere van het Geiden. Vorige week hadden we dus Gafroede Wout. Die pak je ooit in de vakantie. Ja. Pak ik weer voor. Volgende week beginnen we weer. Ja, ja. Oh, je mag weer beginnen. Volgende week beginnen we weer. Ja, ja. Nou. Heel goed. Ja. Oké. De onderwerp vandaag is synoniem in Lashon HaKodesh. Ik wil even met het einde beginnen. Ik zal jullie een beetje teleurstellen. Dan weten we wanneer we Sequoia moeten zeggen. Ja, precies. Er bestaat geen synoniem van Lashon HaKodesh. Dus dat is het eindresultaat van deze shiur. En ik wil uitgebreid uitleggen waarom is er geen synoniem bestaat in Lashon HaKodesh. Anders dan andere talen waar synoniem is heel uitgebreid. Ja, wat is een synoniem? Wat is een synoniem? Ja, als je het op het Nederlands hebt, dat is de enige taal die ik dat zo voldoende kan beheersen. Het zijn twee woorden die op elkaar lijken, maar het toch niet helemaal hetzelfde zijn. Oké, nou, het kan heel subtiel zijn, heel subtiel verschil. Ja. Als je zegt een ontploffing en je zet een explosie, nou ja, dat zijn echt, ja, dat zijn toch min of meer synoniemen van elkaar. Maar zijn ze niet precies dezelfde? Het is toch niet helemaal dezelfde betekenis. Een cadeau en een geschenk is volgens mij wel hetzelfde. Ja. Nou ja, goed. Ja, nee, ja, dat laten we gewoon Raf Sterren. Ja, dat is een vertaling. Cadeautje vertaling. Ja, maar in Lashon HaKodesh is het natuurlijk een heel andere zaak. In Lashon HaKodesh is het heel, zoals je zegt, een heel andere zaak. En ik wil in het begin een beetje over het spreken met jullie bespreken. En in specifiek over Lashon HaKodesh in verband met andere talen. Dus wat is het overeenkomst? Wat is het verschil tussen Lashon HaKodesh en andere talen? En daardoor komen we naar de vraag van de synoniem in Lashon HaKodesh. Dus als we het over spreken hebben, dan als we het met het hele begin beginnen. De wereld en alles wat er in de wereld bestaat, is geschapen door het spreken. Door woorden van HaKadosh Baruch Hu. Ja? Vayihi Or. Mishnah in Masechet Avot staat er, bij Asara Ma'amarot Nivra Olam, de wereld is geschapen door tien woorden, tien Ma'amarot. En niet alleen maar dat de wereld is geschapen door het spreken van HaKadosh Baruch Hu, maar het bestaan van de wereld is nog steeds vanwege die spreken, die woorden van HaKadosh Baruch Hu. Dus Nivra Olam, bij Asara Ma'amarot Nivra Olam, is een pasuk in Tehillim. Ki hu tziva vayihi, hu tziva ki hu amar vayihi, hij zei en het was, het is geschapen, hu amar, door het spreken, vayihi o, yihi rakia, enzovoort, ki hu amar vayihi, hu tziva vayamod, hij bevel en het bleef staan, het blijft staan. Dus dat betekent, zo staat er in de Zoya, andere boeken, dat de kracht van het eerste spreken van HaKadosh Baruch Hu geeft nog steeds de kracht voor het bestaan van de schepping en alles wat er in de schepping is. Maar wij beginnen eigenlijk anders. Wij beginnen bij, als je de Torah open doet, begin je bij Bereshit. En dat is dus niet wat gesproken is. Het is niet het eerste woord wat gesproken is.
Ja. Dus wij vertellen dat het gesproken is. Bereshit bara. Klopt. Als je over Bereshit hebt, dan een mooie remes voor wat ik net zei. Bereshit bara Elohim et. Et. Alef tot taf. Dus in het begin heeft HaKadosh Baruch Hu de letters geschapen. Bereshit bara Elohim et. Alef tot taf. Het hele alfabet. En dan is het maar met uit. Dus met die letters heeft hij woorden gemaakt. En dus met combinatie van letters heeft hij het Hashamayim Wet Haaretz geschapen. Dus maar in het begin, en dat was de kracht van de schepping, dus de letters en de woorden. En die combinatie, die geeft een bepaalde energie, die gaf een bepaalde energie, die heeft de schepping gemaakt. Is dat de reden waarom we dus zoveel gebruik maken van akrostichon, dus met andere woorden, in Shachrit staat dus in Pasuk ook, als we het hebben over de schepping, dan is het alles tot met de taal. Het is het alfabetisch. Ja, dat heeft zeker hiermee te maken. Het hele alfabet daarin voorkomt. Ik kan het zo opzoeken, maar... Ja, dus de alfabet is eigenlijk het hele begin. Rashi wordt de noen overgeslagen. Ja, weet ik precies. Niet. Ja, het heeft te maken met een bepaald woord die... Wordt geschreven. Ja. Nou goed, was er nog een opmerking tussendoor over alfabet. Nou, het spreken is een van de belangrijkste verschillen tussen de mens en de dieren. En daarom heet de mens medaber, die spreekt. Ook een interessante mishne. De Mishne in het begin van Bavli Kamer. Mishne spreekt over de vier soorten van schade. Bol, shor, mav'e en hev'er. De bol, de put, de shor, de os. Of iets wat in jouw bezit die schade maakt. Eish, vuur. En dan staat er mav'e. Nou, wat is de mav'e? Zo'n discussie in de Gemara. Eén mening, volgens mij is het Rabbi Yehuda. Die zegt dat mav'e betekent de mens. De mens die schade maakt. Nou, wat is het woord mav'e? Waar komt het van? Dus de Gemara zegt het volgende. Er is een pasuk die zegt, im teva'ayun ba'ayu. En ba'ayu betekent davenen. Davenen. Dus im teva'ayun ba'ayu, zegt de Gemara, de mens is... wordt gedefinieerd als iemand die davent. Dat is de definitie van de mens. Iemand die spreekt uit de woorden van het davenen. Dus je ziet hoe belangrijk de kracht van het spreken. Davenen, spreken met HaKadosh Baruch Hu. Dat is wat zo heeft de Mishne, Rabbi Yehuda Anossi, heeft de mens gedefinieerd. Alles wat wij spreken is niet gebaseerd alleen op davenen. Dus, klopt, maar dit is één onderdeel. We zullen het ook over leren en over andere manieren. Motieven van spreken met HaKadosh Baruch Hu. Dus, daarom ziet de Mishne de davenen als een essentiële deel van de mens. Nou, deze kracht van spreken is door HaKadosh Baruch Hu aan de mens gegeven bij de schepping. En er staat Vayipach be'apav nishmat chayim, Vayihi adam le'nefesh chayat. Dan staat er in Bereshit. HaKadosh Baruch Hu heeft de neshom, de ziel, in de mens geblaast. Vayihi adam le'nefesh chaya, en de mens werd tot een levende ziel. Ja, nefesh chaya. Nou, de woord nefesh chaya wordt vertaald door de Onkelus, de bekende vertaler. Nefesh chaya zegt de Onkelus ruach memalela. Ruach memalela betekent, memalela betekent sprekend. Een ziel die kan spreken. Dus dat betekent dat de kracht van spreken is een goddelijke kracht die we hebben van de Kodesh Bogen gekregen. Want in de Zohar staat er
Vaipach be'apav nishmat chaim man de nafach midilei nafach. HaKadosh Baruch Hu heeft van zichzelf in de mens geblazen. En dat is de nefesh chaya, dat is de neshama, dat is de ziel die we hebben. En die geeft ons de kracht om te spreken. En dat heeft alleen maar de mens. Dieren hebben geen neshama, ze hebben wel een nefesh. Dus een lagere niveau. Maar de neshama, de nefesh chaya, wat de Torah noemt de nefesh chaya, heeft alleen maar de mens gekregen. En dat heeft HaKadosh Baruch Hu van zichzelf, kibiyachol, in de mens gedaan. En dat geeft de mens de kracht om te spreken. En daarom heeft alleen maar de mens deze kracht. Dus zoals gezegd, in het begin heeft HaKadosh Baruch Hu de letters geschapen. Daarna heeft hij combinaties van de letters gemaakt. En dit heeft woorden gemaakt. Van woorden heeft hij zinnen gemaakt. En met die zinnen heeft hij de wereld geschapen. En dit is wat ik heb eerder genoemd, Hutsiba Vayamod, hij bevel, en het blijft staan wegens de woorden van HaKadosh Baruch Hu. Nog een aspect van de taal, van het spreken, en specifiek over Lashon HaKodesh, en in vergelijking met andere talen. Dus als je kijkt naar alle talen, Wat is de functie van een taal? Dat is een manier om te communiceren. Ja, dat is, mensen hebben afgesproken dat een bepaalde woord een bepaalde betekenis heeft. En zo kunnen mensen met elkaar communiceren. Maar de woord zelf heeft geen betekenis of geen essentie. Ja. Het is een afspraak. Als je zegt baal, dan bedoel je een baal of een boek. Maar het heeft geen innerlijk betekenis. Bij Lashon HaKodesh, de woorden zelf hebben ook de essentie van het object in het woord. Ik wil u een paar voorbeelden geven. Mag ik even vragen, wat is dan met de verschillende talen? Dat is alle overige talen, behalve Lashon HaKodesh. Dus alle talen. Ja, wij weten dat een bal een bal is. Ja, precies. Maar de woord of de letters van het woord hebben eigenlijk niks met die object. We weten dat dit een tafel is, maar... Michou gaat naar Roeg. Ja, 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 maar goed, dus, ja. Dat krijgen we nu. In Lashon HaKodesh heb je een totaal andere begrip van de taal. Want ik wil een paar voorbeelden geven. Het woord davar. Davar, ja, het is een heel gebruikelijke woord. Dat betekent iets. Ja, iets. Ja. Zaak. Ja, precies. Als je zegt ten li het hadavar, zeg geef mij deze ding. Of de davar chashuv mod, is een hele belangrijke zaak. Waarom gebruiken we die woord davar? Waar komt het van? Davar komt van het woord dibur, spreken. En dat heeft te maken met het feit dat alles wat bestaat, zoals eerder gezegd, komt door het spreken van HaKadosh Baruch Hu. Dus daarom noemen we in het algemeen alles wat bestaat, davar iets. Davar van Lashon dibur. Want het spreken van HaKadosh Baruch Hu is de essentie van het bestaan van alles. Nog een voorbeeld, die heeft ook met het woord davar te maken. Gefets. Wat is een gefets? Gefets? Ja, een gefets. Dat is een object. Gefets chayim. Ja, dat is de andere vertaling van gefets of gefets. Ja, hoe moet je dat wil zeggen? Wil. Ja? Wil. Ja, de wil. Ja. De wil. Ja. Jij hebt het ook over lauw gefets. Wat? Lauwgein. Lauwgein. Ja, ongein. Ongein is dat.
Dat is maar goed. Je wil het niet. Je hebt het over mensen gezegd. Het is lauwgeven. Die vind ik een lauwgeven. Iets wat iemand die je niet wil een beetje lauwgeven. Ja, dus het woord geven betekent wil of onwil. Afneegheffens. Het komt in de Tanach voor. En dus ook in de Shetachim is een plaats. Afneegheffens. Oké. Dus gefet betekent object. Een gefet is een gefet. Maar het betekent ook wil. Wat is het verband met die twee? Het verband of het verschil? Het verband. Want als je twee woorden... die eigenlijk twee betekenissen hebben, moeten een connectie hebben. Het feit dat iets bestaat, is omdat de Kodesh Baruch Hu wil dat het zou bestaan hebben. Gevet, dat is de gevet van de Kodesh Baruch Hu. Dus we hadden het over Davar, over gevet. Ik geef jullie nog een paar voorbeelden. Het woord Me'il. Me'il? Ja, Me'il. Mantel. Jas, mantel. Ja. Waar komt het van? Van het woord me'al. Me'al, boven. Het komt boven alle kleding. Ja? Het woord shamayim. Shamayim, hemel. Shamayim, daar water. En zo, elke woord van Lashon HaKodesh heeft iets met de essentie van het woord te maken. Dus het is niet alleen maar een afspraak tussen mensen. Het is gemaakt door HaKodesh Baruch Hu. Ik heb het over Lashon HaKodesh, niet over de Ivriet. Want Ivriet is... Ja, daar heb je wel toevoegingen die... Ja, het is wel gebaseerd op Lashon HaKodesh, maar er zijn wel andere betekenissen. Ja. Er zijn ook veel fouten gemaakt in Ivriet. Geef je ook een paar leuke voorbeelden. Het woord chasmal. Ja, dat is een elektriciteit. Dat is een moderne woord. Chasmal, dat waren de engelen. Precies. Dus zoals ik heb het gehoord, Eliezer ben Yehuda heeft een mooie woord in Tanach gezien, chasmal. Daar gaat het over de malochim en alles wat er in de hemel gebeurt. Een mooie woord voor elektriciteit. Sefer Yecheskel, ja. Ja, in Yecheskel, precies. In Maase Merkovo. Ja. Oh, het is fout gemaakt. Dus, het woord Yahalom is dus diamant in moderne Ivriet. Maar dat is volgens mij ook in Lashon HaKodesh. In Lashon HaKodesh wordt diamant, ik heb het niet helemaal in mijn hoofd, maar dat wordt... Het is een edelsteen in ieder geval. Een edelsteen. Maar dat wordt dus in de moderne Ivriet is het diamant, hè? Ja. Boerza Yalomim, dat is een diamantbeurs. Maar het echte woord voor diamant, dat is een ander woord, komt in de Nevi'im voor. Dat is een soort griffel, een soort pen wordt er beschreven ook in de haftoren van een van de Shabbos. Dat is eigenlijk diamant, omdat dat het hardste is wat ze kenden en kennen. Dus Yahalom werd genomen uit de Tanach, maar die werd gebruikt voor diamant. Voor diamant, eigenlijk een andere betekenis heeft. Yahalom, dit is een van de 12 stenen, maar het is de vraag of dat diamant was. Okay. Nog een fout die werd gemaakt in Lashon HaKodesh, het woord shulaim. Shulaim. Wat in modern Ivriet shulaim betekent de rand. Ja, een rand. Shulaim. Shulei HaKvish of shulaim shel HaKli. Maar als je kijkt in de Mishnayot, als de Mishnah spreekt over de shulei HaKli, het gaat over de onderkant. Dus dat is geen rand. Dat is geen rand. Nee, ja, precies. In de Mishnayot is het heel duidelijk. In Mishnayot Tarot en nog andere Mishnayot. Maar je ziet dat de shulaim betekent de onderkant. Ook in Mikvot heb je shulaim. Dus dat is alleen maar een paar voorbeelden over ook het verschil tussen Ivriet en Lashon HaKodesh. We gaan terug naar de Lashon HaKodesh. Waarom hebben wij verkeerde woorden vertaald uit... We hebben er ook moderne woorden. Ja. Ja. Die moderne andere, woorden die uit andere talen genomen konden worden. Ja, maar dat heb je in alle talen. In Nederland zeg je ook cadeau. Maar waarom heet het dan Lashon HaKodesh? Ja, maar daarom maak ik wel een onderscheid tussen Ivriet en Lashon HaKodesh.
Ja, maar waarom in die Ivriet hebben ze dan geen modern woord van buiten genomen? Nou, ze hebben natuurlijk wel... Ja, ze zijn zeker woorden. Als je het over gesmaal hebt. Nee, ja. Maar goed, maar er zijn woorden. Oh, dan zeggen ze ook wel Elektra of zoiets. Dat is ook wel zeker, 100%. Ja, dus er worden heel veel... Als je een krant leest... Ik zou het niet kunnen hoor, de moderne Israëlische kant, er komen zoveel nieuwe woorden voor. Ja, dus als men Lashon HaKodesh spreekt, en hij zegt, iemand zegt, ten li tadavar hazeh, dan heeft hij meteen emunah gesproken, heeft hij meteen over het geloof gesproken, ook als hij niet bewust doet, maar op het moment dat je Lashon HaKodesh spreekt, dan in de woorden zelf heb je al emuna gesproken. En daarom staat er dat bizchut sheloshinuet leshonam, omdat Am Israël hebben hun taal gehouden in Egypte, dat was dus goed, daarom zijn ze verlost. Ja? Bizchut sheloshinuet levusham. Levusham veleshonam, ja? Kleding en de taal. Ja. Omdat ze hebben de emuna vastgehouden door de taal. Shlomo HaMelech schrijft in Mishlei, Mavet v'chaim b'yad ha-lashon. Dood en leven in de hand van de tong. Nou, de simpele vertaling van deze pasuk is dat door spreken... Door communicatie tussen mensen kun je vrede brengen, liefde brengen. Maar ook andersom. Maar ook andersom. Gas voor shalom. Je kunt vechten brengen, oorlog. En dat kan alleen veroorzaken tot dood. Kijk dus maar alleen maar naar de dood van Yitzhak Rabin. Ja. En ja, precies. Ja. Maar de... Als je kijkt in de Kabbalah, dan zie je dat het niet alleen maar dat het een invloed heeft op relatie tussen mensen, maar het spreken zelf heeft een invloed op de realiteit. Het kan een positieve invloed hebben, het kan een negatieve invloed hebben. Vandaag weten we ook dat, ook de wetenschap zegt dat de Omgalei kol. De stemgolf. Ja. Zo heet het. Ja, zoiets ver. Ja, begrijp wat je bedoelt. Ja, dat is een realiteit. Dat is niet alleen maar iets wat... Toon van de stem. Ja, gewoon het geluid. Ja, het geluid. Het geluid. Is niet alleen maar iets wat spiritueel is. Het is iets wat echt bestaat. Het is een metziut, iets wat bestaat. Nou, Chazal hebben... Want het is ook de Lashon, hè? Ja. De Lashon is die brengt het geluid voort. Klopt. De Lashon, de keel, ja. Ja, precies. Want je hebt otiot groniot, je hebt otiot lashoniot, je hebt otiot met je tanden. Ja. Dus, Chazal hebben deze... realiteit genoemd, hevel pe, wat uit je mond komt. Uit je mond, geluid. Ja? Ja. Geluid uit je mond. En dit kan een heel sterke invloed hebben op de realiteit in deze wereld. Dus als we het zo vertalen, dan mabet begin bij Adelashan is, kan ook letterlijk zijn. Door woorden kan je vrede, kan je leven brengen en ook andersom. Interessant te vinden dat Chazal spreken over het effect van spreken over verschillende natuurlijke processen. Chazal vertellen over de ktoret. De ktoret, dat was de... Reukoffers. Precies. Ktoret als besamigdos. In de besamigdos. Ja. Nou, hoe hebben ze dat gemaakt? Ze hebben 11 planten, soort planten genomen, kruiden, en ze hebben het gemalen. Sommige dingen worden nog steeds in de parfumindustrie gebruikt.
van Galban, die... Galbanum, dat is, is een, en zijn nog meer, ook cassia, dat is dus kaneel, wordt nog steeds gebruikt. En die was een van die elf? Ja, waarschijnlijk. Dat staat toch in Shabbat? Ja, Tzariba, Tziporin, Rebona, Belebona, al die verschillende kruiden. En Chazal vertellen dat wanneer ze die kruiden hebben gemalen, moesten ze zeggen, hardop, hadek heitev, heitev hadek. En ze moesten het een paar keer zeggen tijdens het malen van die kruiden. En Chazal vertellen dat dit was goed voor de besamin, voor de geur, die daarna door het offeren kwam. Interessant, Chazal vertellen dat de geur van de ktoret was zo sterk, dat was in hele Jeruzalem geweest, dat zelfs een kale hoeft geen perfume te doen, omdat de geur was zo overal. Dus overkill, zou je kunnen zeggen. Hadibur yafel habsamim, zeggen Chazal. Het spreken is goed voor de besamim. Aan de andere kant zeggen Chazal dat bij het proces van het wijn maken is die boer niet goed. Die boer kashe layayin. Dat is niet goed voor het proces van het wijn maken. Dus moet je zwijgen, moet je stil zijn? Ja, moet je stil zijn. Ook bekend wat Chazal zeggen dat ha'olam, deze wereld, bestaat is goed hevel tinokot shel beit rabban. In verband met het spreken van de Torah van de kinderen heeft deze wereld bestaan. Ik heb een vraag. Is de loos en akkoudis, is dat beperkt tot de Torah? De Torah en de Nevi'im. Dus de Tanach, ja? Ja. Ja, de Tanach. De Tanach. Interessant als je het over de Lashon HaKodesh in de Tanach hebt, dan wil ik tussen haakjes. Er zijn verschillende woorden in Torah die lijken op een andere taal. Zoals de woord tfilin. Staat er Wajula totafot ben een. Wat betekent het woord totafot? Waar komt het van? Ja, ik weet het niet, maar... Nou, de Gemara was in Menoches. Heel interessante Gemara. De Gemara zegt, het woord totafot betekent... Het is eigenlijk een combinatie van twee woorden. Tat. Zoals, hoe staat het? Tat bekatfi. Beafriki. Tat beafriki. Dat is de eerste deel van het woord totafot. Tat beafriki. In Afrikaans. Stein betekent twee. De pat, de katfi, dat is een andere taal, betekent ook twee. Dus twee en twee, vier. En zo weten we dat het filin vier delen heeft. Dus totafot, tat, be afriki stein, be pat, be katfi stein. Dus betekent dat? Dat is heel vreemd. Betekent dat de Torah Afrikaans woorden gebruikt? Of katfi, dus een bepaalde taal. Dat is een hele uitleg voor dit, maar dit is voor een andere moment. Oké, maar we gaan terug naar deze wereld heeft bestaan in verband met hevel, pihem, sheltinokot shel beit rabban, in verband met het leren van Torah door de kinderen. Rav Poppe heeft Abaye gevraagd over deze Mama Chazal. Die dieve die dag mij. En wat is met onze teure leren? Heeft dat geen waarde? Waarom alleen maar de kinderen? En hij zei, eino dome hevel peshe yesh bochet, le hevel peshe een bochet. Je kan niet vergelijken hevel pe, dat is het spreken van Torah, van iemand die geen zondes heeft, dus kinderen, aan iemand die wel Averot heeft. Nou, wat is de invloed van het spreken van Torah in het bestaan van de wereld? Reb Chaim Volozhiner, dat is de bekendste leerling van de Wilna Goyen.
Hij zegt dat het hele bestaan van de wereld is in verband met Torah leren. Dat geeft de wereld bestaan. En hij zegt dat als er één moment was waar er helemaal geen Torah was geleerd, had de wereld geen bestaan, was de wereld teruggegaan naar tohu wabohu. Interessant verhaal. Wordt verteld over een jongen van 16 die is in de Beis HaMidrash van de Wilna Goyen binnengekomen. En iedereen was verbaasd om te zien dat de Wilna Goyen is voor hem opgestaan. Na het davenen hebben de mensen de Wilna Goyen gevraagd: wat is er aan de hand? Waarom sta je voor die jongen? En hij wou dit uitleggen, dus hij heeft die jongen geroepen. En hij vroeg hem: wat heb je gisteravond in die tijd gedaan? Een beetje verbaasd van de vraag. En hij zei: ja, ik kon slecht slapen. Dus ik ben opgestaan. Ik heb Mishnah is geleerd. Zei de Wilna Goyen: op dat moment was er niemand in de wereld die heeft Torah geleerd. En door jou, Mishnayis, is de wereld gered. Ja, hoe weet je dat? Ja, en weet dat, de andere kant van de wereld is het ochtend. Dus er moet toch wel geleerd zijn. Ja. Oké, okay, een mooi verhaal. Ja. Dus hij zei, als de wereld bestaat, nog blijft staan door die jongen, dan moet ik voor hem opstaan. Het heeft moeite met binnenkomen. Nou. De Wilna Goyen, een hele vreemde uitspraak natuurlijk, want de Wilna Goyen was hoorde niet dat het Chassidim was een strenge rabbijn. Klopt, maar hij, zijn kennis met de Pnimiuta Torah, met Kabbalah, was ongelooflijk. Wat ik Wilna Goyen wist allemaal, dat is niet voor te stellen. Ik wil nog een gemore citeren die laat zien de kracht van het spreken. De gemore in Shabbos zegt dat lashon hara, ja, kwaad spreken over anderen, is erger dan alle avirot in de Torah. De gemore geeft een heel duidelijk bewijs. Een hele boek over geschreven. Klopt. De Gemara zegt het volgende. We hadden twee Batei Mikdash. Die zijn beide verwoest gegaan. Als je kijkt wat de reden was van de verwoesting van de eerste tempel. Van de eerste Beis HaMikdash. Nee, de eerste was in verband met de drie grote avirot. Avodah Zara, Gibur HaRoch en Shefichut Damim. Ja. Hoe lang was de Golus? Hoe lang was de ballingschap? 70 jaar. Ja. De tweede Beis HaMikdash is verwoest door Lashon Hara v'Sinat Chinam. Hoe lang is de ballingschap? Tot de dag van vandaag. Ja. Duizenden jaren. Dat zegt de Gemara al 2000 jaar geleden. En dit jaar zou de Mashiach komen, hè? Net geleerd van Jackie de Leeuw. Dus wat was het weer? Het is 27... 81? Ja, het is enkelvoud en dat is precies 52-81. Dus de helft van 52-81. Ja. 82. 82. Dus van dit komende jaar, dus tot Rosh Chodesh Tishri, Rosh Hashanah, zouden Mashiach moeten komen. Halleluja. Ja. Amen. Oké, dus aan de ene kant zien we dat Lashon Hara is erger dan de drie grote wereld. Van Avodah Zara, Gibur HaRoch en Shefichut Damim. Het is niet te vergelijken. Voor de ene krijgen we 70 jaar galut. Voor de andere duizenden jaar. Aan de andere kant staat er, we zeggen het iedere ochtend, Talmud Torah keneged kulam. Het leren van Torah is boven alle andere mitzvot. Keneged kulam. Dus we zien hier dat het kracht van spreken, het kan aan de ene kant de grootste mitzwe zijn, en het kan ook de grootste... Precies andersom. En dat komt
door wat ik eerder zei. Man de nafach met die lena van Gottes Bogo heeft de kracht van spreken van zichzelf in de mens gedaan. Dat heeft zoveel kracht. Positief en ook negatief. Het vielen ook is ook iets wat we uitspreken. Dat heeft ook een heel sterke kracht. Als we kijken naar de oorsprong van de Gorbanot, van de Gorban Beit HaMikdash, waar is het allemaal begonnen? Het is allemaal begonnen met de Meraglim, de spionnen. Die hebben kwaad over het land Israël gesproken en over HaKadosh Baruch Hu gesproken. Er staat dat toen ze naar de woestijn zijn gekomen, staat Vayivku Balayla Hu. Ze gingen huilen over al die informatie die ze hebben gebracht van Eretz Israël. En Chazal zeggen, Vayivku Balayla Hu, HaKadosh Baruch Hu zei, Atem Bachitem Bechia Shel Chinam, jullie hebben voor niks gehuild. Ik zal jullie een reden geven voor lange dorot te huilen. En dit was de nacht van Tisha B'Av. Bekend dat dit was de nacht van Tisha B'Av toen ze hebben gehuild voor wat ze hebben gezien in Eretz Yisrael. Dat was de nacht van Tisha B'Av. En daardoor was de Gorban Beit HaMikdash de eerste en de tweede. Weer zien we dat het heeft te maken met Lashon Hara, weer de kracht van... Als ik in Amsterdam kijk van wat er allemaal geroofd wordt, dan hebben we voorlopig nog geen... Ja. We moeten er geen geintje van maken. Dat is natuurlijk... Ja, is zo. Nou, ik weet niet. Ik hoor nooit iets. Dan ben ik een beetje doof. Hoor. Dus, nee, dat is ook dat, goed zo. Op dat punt een zegen. Ik hoor niet alles. We zullen een stap verder gaan in verband met Lashon HaKodesh. Er staat in Bereshis, Vayihi kol haaretz safa achat udvarim achadim. Eén taal. Dat was tot de Migdal Bavel, de toren van Bavel. Tot dan hadden ze één taal gesproken. Safa achat udvarim achadim. Nou, welke taal was het? Welke taal hebben ze gesproken? Was het Lashon HaKodesh of was het Aramees? Nou, Rashi zegt heel duidelijk op de plek dat het Lashon HaKodesh was. Hoe weet Rashi dat het Lashon HaKodesh was? De Ibn Ezra legt het uit en hij zegt heel duidelijk, we zien van de namen die de Torah noemt, verschillende mensen die werden genoemd in verband met verschillende gebeurtenissen in hun leeftijd. En dat heeft een betekenis alleen maar in Lashon HaKodesh. Zoals Peleg, ki beyamav niflega haaretz. In zijn tijd is het land verdeeld. Chava, em kol chai, Adam, min ha'adama. En nog veel andere. Dus het feit dat ze namen hebben gegeven die te maken hebben met een bepaalde gebeurtenis die alleen maar in Lashon HaKodesh inhoudelijk kan uitgelegd worden, dat betekent, zegt Ibn Ezra, dat ze hebben Lashon HaKodesh gesproken. Nog een mooie gematria, Safa Gat, is 794 en Lashon HaKodesh 795. Verschil van één. Het is bekend dat bij gematria mag er één verschil zijn. Mag één verschil zijn, precies. Dus net als met het woord geet, hè? Ja. En ego's. Ja, precies. Daar heb je één verschil, klopt. Ja. Klopt. Dus Lashon HaKodesh, dat was de gesproken taal. En zoals gezegd, het verschil tussen Lashon HaKodesh en andere talen, Lashon HaKodesh heeft inhoudelijk met het woord, met het object te maken. Ook in Halacha zien we een speciale of een andere aanpak bij Lashon HaKodesh dan andere talen. Je mag in verschillende talen davenen. Ja? Davenen mag ook in Engels, Nederlands, Chinees, mag in alle talen.
Gatgila is ja, het beste natuurlijk de taal waar de Amsheknes Tagdola, de grote vergadering, hebben de tfiles gemaakt. En ze hebben elke woord met Ruach HaKodesh, met een bepaalde betekenis. En ook de aantal woorden is ook heel belangrijk. We zien bij de Kaddish dat het een precies aantal woorden heeft. Met Jan Meroy. Ja. In plaats van, omdat we zeggen le'elo u le'elo, dan is mikol. Is mikol in plaats van minkol. Ja. Dus ook de aantal woorden heeft een belang. Elke woord is precies. Heeft een betekenis. Dus tfila kan gezegd worden in verschillende talen. Maar er is wel een groot verschil tussen tfila in Lashon HaKodesh en tfila in andere talen. Als je Lashon HaKodesh, zoals het in de Siddur staat, zegt, dan hoef je de tfila niet per se te begrijpen. Natuurlijk is het het beste dat het beste. Je moet weten wat je zegt. Anders, globaal. Globaal. Je kan niet woord voor woord, maar globaal moet je opnemen. Er zijn wel verschillende stukken in de Tila waar je moet wel weten waar het over gaat. Ja. Zoals de eerste pasuk van de Shema. De eerste deel van de Shemoneh Esrei. Die moet je met Kavone zeggen. Moet je denken aan het feit dat de Kodesh Boog ons panossen geeft. Dit zijn verschillende plekken waar je moet wel de Kavone hebben. Maar andere delen, natuurlijk is de Kavone altijd het beste. Tfila belo kavana keguf belo neshama. Ja, tfila zonder Kavone is als een lichaam zonder neshama. Maar het is, je bent Joitse. Als je de tfila zegt in Lashon HaKodesh, ben je Joitse. In andere talen ben je Joitse alleen maar als je de taal goed begrijpt. Dus als je het in het Nederlands zegt, maar je begrijpt het woord niet, dan ben je niet Joodse. Ook de verschillende delen van davenen. Dus we zien dat Lashon HaKodesh heeft een belang. Ook als je het niet begrijpt, heeft het ook een effect in Shomayim. Ja. Er zijn heus woorden in het Nederlands. Dan denk je, wat is dat? Wat begrijp je? Nou, dus als je het niet begrijpt, de oude wetse vertaling. De heerscharen. Ja, dan denk je, wat is dat? Ja. Hoeveel mensen komen naar school en begrijpen niet wat ze zeggen? Ja, dat weet ik. Ja. Kijk eens. Daar moet ik op antwoorden. Allewaai. Dat iedereen zou in de belangrijkste tefillot van Shema en de Amida, de eerste broken, dat is niet zo moeilijk te begrijpen. Maar wat ik zelf persoonlijk moeilijk vind, dat zijn de Miss Morim, de... En al die beauty. Nou ja, daar heb je het helemaal niet. Beauty. Dat begrijp niet eens in het Nederlands. Als je die zijn zo mooi gemaakt, zo wonderbaarlijk mooi, dat ik het niet begrijp, dat ik het niet begrijpen kan. Zij waren zo verschrikkelijk knap, die Paitanim. Ja. Daar kan je nog een hoofdstuk apart over wijden. En dan op welke dagen het gaat over. De derde Shabbos naar Shavuot of voor Shavuot, weet ik veel. Dus. Je ziet nog een verschil tussen Lashon HaKodesh en andere talen in verband met Hilchot Shabbat. In Simen Shin Zayin heeft de Remo gepast aan het volgende. En ik hoop dat ik ga niemand Oinek Shabbos verpesten. Er staat in Halacha dat op Shabbos lezen van dingen die niet met kedusha te maken hebben. Niet met Shabbos behoort. Met Shabbos, dat hoort niet. Dat moet je vermijden. Precies. Geen kranten, geen beursberichten. Nee. Beursberichten zeker. Ja. Nou, de Remo brengt een koele. Als je het in Lashon HaKodesh leest, dan zegt hij dat het wel toegestaan is. Want de taal zelf heeft een belang. Dus als je het in Lashon HaKodesh leest. Als je de beursberichten of iets van mij zou je ook niet leest. Daar is een hetter in de Remo. Hij brengt ook andere poëzie te zeggen dat ook in Lashon HaKodesh, als het niks met kedusha te maken heeft, beter niet. Maar je ziet dat de taal zelf heeft een kedusha. En dus het feit dat je Lashon HaKodesh gebruikt is al belangrijk. Zoals met Nederlands zeggen, is een ontheiliging van de Shabbos. Nou ja, ja.
Oké, nou, nu komen we naar de, ja, de onderwerp van deze ziel, synoniem in Lashon HaKodesh. Dus deze korte inleiding. Korte inleiding komen we naar synoniem. Nou, als we begrijpen dat Lashon HaKodesh is een taal die werd door HaKodesh Baruch Hu gemaakt, dat betekent dat elke woord heeft een betekenis. Een diepere betekenis. Precies, een diepere betekenis. Dus het kan niet zijn dat HaKodesh Baruch Hu heeft twee woorden gemaakt die precies dezelfde betekenis heeft. En de Mefoshim spreken over verschillende woorden, want je hebt in Lashon HaKodesh heel veel woorden die lijken op elkaar, maar ze zijn niet eigenlijk precies identiek. En ik wil jullie een paar voorbeelden geven. Dus, Simche, ja, vreugde. Chazal zeggen dat er 10 woorden voor Simche bestaan. Een paar van die woorden spreken we uit bij de Sherebogus. Ja. Asher Bogus Sosso in de Simcha. En Gosel de Kalos. Gilo, Dino, Gilo, Ditzo, Rino, Vegetvo. Ja, Ahavo is iets anders. Ja. Oké, je kent ook de melodie. Ja. Melodie. Ja, de Nigon is nog een ander onderwerp. Misschien een shiur voor zichzelf. Ook een hele hoge. De Wilma Gaon zegt dat de hegaal, ja, de plek in de hemel van de melodieën, is een heel hoge hegaal. Dus daar is er ook veel over te hebben. Maar we gaan terug even naar de Sosso in een Simcha. Dus het lijkt erop dat, we hebben het over Simcha, over vreugde. De Wilma Gaon zegt dat ze zijn niet precies hetzelfde. Elke woord, het heeft met vreugde te maken, maar Het is een andere aspect van vreugde. Zegt de Wilna Goyen, een voorbeeld, Sosso in een Simcha. Hij zegt het volgende. Simcha is vreugde zonder geen beperking. Sosso is vreugde met verdriet. Hoezo? Met het verdriet dat je niet voldoende van de Simcha hebt. En hij legt het zo uit. Hij zegt dat bij sommige dingen waar je krijgt iets, maar je mist nog heel veel. Bezemikdos. Bijvoorbeeld. Zolang de bezemikdos is, de simge altijd, nou, ik kan niet zeggen beperkt, maar. Ja, precies. Dus elke simge die wordt beperkt. En dan voel je, dan heb je een verdriet. Ach, jammer dat ik niet meer heb. En hij brengt een pasuk. Sos onoige adim rosecho, kemoitze shalom rov. Sos, van het woord sosoin. Ik heb vreugde al im rosecho over jouw woorden. Over de woorden van de teuren. Kemoitze shalal rav, zoals shalal rav is een... zoals... Buit? Buit? Ja. Wat je hebt, bij een diefstal, dat is de buit. Precies, dat is de buit. Zo ben ik blij over jouw woorden, maar daar wordt de woord sossoin gebruikt. Waarom sossoin? Want bij teuren, hoe meer je leert, hoe meer het gevoel je krijgt dat je zoveel mist. Dat er zoveel meer is wat je niet hebt geleerd. Dus je hebt simge, maar de simge is nooit compleet bij Torah leren. Maar hoe meer je leert, voel je dat je nog zoveel hebt te leren. Daarom ben ik er nooit aan begonnen. Nee. Daarom kom je hier. Ja. Oh, een andere. Ja, dus je hebt, aan de ene kant heb je simge met Torah leren. Maar dan heb je ook het verdriet dat je niet voldoende had geleerd. En dat heb je altijd als je leert. En hoe meer je leert, krijg je meer van die verdriet. Oh, zoveel te leren. En ik moet nog zoveel. Je komt erachter dat je eigenlijk maar niks weet. Ja, maar dat gaat voor iedere wetenschap. Ondanks je veel weet, weet je heel weinig. Ja. Laat ik het maar zo omschrijven.
En ik zou nog één voorbeeld gebruiken. En ik denk dat we met die zijn we klaar. Eén voorbeeld uit onze pauze van deze week, Pasha's Boy. En misschien laat ik het voor jullie als huiswerk. Ja? Het woord Nish'al v'notar. Nish'al? Ja. Nish'al. 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 Nish'al of Nish'al. Ja. En notar. Dat heb je vaak in de Torah. Heb je beide woorden. En die beide betekenen wat overgebleven is. Maar je ziet in de Torah dat het toch een verschil heeft. Want de ene betekent nish'al, betekent iets wat overgebleven, wat niet belangrijk is, wat onbewust overgebleven is. En de andere, nee, sorry, dit is een notaal, nish'al is iets wat je blijft over, bewust, belangrijk. Yishael kochagaan, yishkoch. Yishael. Is dat hetzelfde werkwoord, hetzelfde stamletters? Dat zijn de stamletters van... Yishael, dat is Yishael, niet Yishael. Nee. Maar dus notaal gaat altijd over iets wat onbelangrijk is gebleven, wat onbewust is gebleven, iets wat je niet wou... Er is een verschil tussen onbewust en onbelangrijk. Beide eigenlijk. Dus onbewust en onbewust vaak is het ook onbelangrijk. Dus het gaat samen. En nish'al is iets wat je bewust over, wat je overblijft. En je doet het bewust. En het gaat om iets belangrijks. Zo heb ik een paar voorbeelden gezien. Bij Noach staat er. Vayishaer ach Noach. Vayishaer ach Noach. Na de Mabul. Noach is... Is gebleven van de hele wereld. Hij en zijn familie. Zeker een keus van de Kodesh Boog om hem te laten overblijven. Bij een korban die je moet opeten, staat er notar. Iets wat overblijft, moet je verbranden. Mag je niet overblijven. Laten blijven. Ja? Daar staat er notar. Ja, van notarat bokker men ba'esh tisrofu. Dat is iets wat onbelangrijk is, wat onbewust. Bij Jacob staat er tson lavan hanotarot. Lovon, ja, zijn schoonvader, heeft hem de onbelangrijk, de slechte dieren gegeven. Hanotarot staat er. Waarom moet je wat overblijven verbranden? Van de offers, denk ik. Van de offers, ja. Van de offers. Ja, van de offers, ja. Bij Korban Pesach moet je ja. Eten. Ja, Korban Pesach. Wat Erev Pesach moeten eten, tot. Dus, ja, dat moet geofferd. Wat en dan s'avonds dat moet wordt van... het gegeten. Ja. Dat mag niet, daar mag niks overblijven. Nee. En wat er overblijft... Dus het is specifiek. Het is specifiek bij gelegenheden. Het is niet algemeen als je eten over hebt. Nee. Dat is alleen maar bij de Korbanot, ja. En er zijn nog veel. Er zijn wel, en dit is een mooi voorbeeld, want bij Notar en Yishael zie je vaak dat de Torah gebruikt bij dezelfde onderwerp beide woorden. Notar en Yishael, en dit is misschien voor een andere keer. U spreekt zo geweldig Nederlands, waar komt u origineel vandaan? België toch? Nee. Ik ben Mexicaans. En ik ben opgegroeid in Israël. Usted habla también. Un poquito. En ik ben hier voor de afgelopen 26 jaar. Dus ja, ik moet wat Nederlands. Kneden horen. We zijn er die langer hier behoorteren. Ja. Dat is toch ook een voorbeeld van wat overgebleven is van het geld voor de Beit HaMikdash. Ze hebben geld ingezameld
Het was zo overvloedig en goud. Maar dit was onbewust. Ja. Ze hebben het niet bewust extra... Nee, ze waren zo enthousiast, maar ze wisten niet wat er overblijven. Precies, maar dit was, ze hebben het niet bewust laten overblijven. Nee. Dus dat is dus... Dat klopt. Heel grote scout. Het was bijzonder interessant. Ik vind het jammer dat het schoolrooster niet meer toelaat dat je op maandag of woensdag een uurtje... Ja, kan wel eens met de voorzitter spreken. Maar ik sta voor de klas. Daarom, je staat nu voor de klas. Dus, de hele ochtend. Ja, goed, daarom. Dus, je zorgt voor gegaan. Hij wil het in de kotsen met Raman. We zullen wel weer eens een keer een vakantie. Dat is wat er zijn. Komt wel weer goed. Bedankt voor het luisteren. Heel bedankt voor het komen, heel stout. Skoor. Heel hartelijk dank. Het was bijzonder mooi. Dank. Bedankt. Cola kabot. Ook voor u Nederlands. Nee, maar goed. Dank u wel. Fijne dag verder. Goed. Ik wens u verder een prettige dag, zullen we maar zeggen. Dank u wel, Paul. Je ook.